Dit is de tweede ronde van Expeditie Amin, waarin de deelnemers kans maken om hun vakantie terug te winnen. Op wie stem jij? Ik doe mee aan Expeditie Amin met het product de Tim Tam. Zoals je ziet heb ik hier de enige echte Cheetos kaasballetjes in mijn handen. Ik heb tot mijn 10e jaar gewoond in Taiwan en afgelopen zomer was ik weer in Taiwan en daarbij heb ik dit snoepje gevonden. LMP uit Nieuw-Zeeland. En dit is een kiwi. Ik ben Jan en ik hou van Marian. Nee, dat is niet mevrouw, maar dat is een snoepje waar ik van hou. Ik ben deze zomer in Italië geweest. Daar heb ik dit snoepje gevonden. Het heet Perle di Sole. Aan de binnenkant is limoncello zonder alcohol, want dat mag ik nog niet. Ben jij gek op chocolade en drop? Dan moet je echt deze lakriesreep proberen. Hoi. Ik ben de papa van Marijn. En wij waren op vakantie in Spanje. En wat kwamen we daar tegen? Joepet. Ik heb deze Milius appelsmaak gekozen. En zoals ze in Londen zeggen, de tiny tasty chewy sweet. En ik heb het allerlekkerste soepje van de hele wereld. Oezo. Omdat het gemaakt is met oezo. Oh, zo'n lekker snoepje met een mooi krokant mintsmaakje aan de buitenkant. En chocola aan de binnenkant. Die geur alleen al. Er zit gelukkig geen alcohol in, want ik heb er nogal veel van op. En oh, dit is de taki. Oh. Heerlijk. Tjoe. Oh wacht, hij tjoe met persig smaak. Tjoe. Mag ik er nog één? Ben jij ook een backpacker die in Australië is geweest en dit product heeft geproefd en het heel graag in Nederland wil hebben? Stem dan op mij. Wil jij dat de Cheetos balletjes weer terug naar Nederland komen? Stem dan op mij en wie weet ligt ze snel weer in de winkel. Ja. Laat hieronder weten welk snoepje jij het lekkerste vindt. What do you recommend? Welk product is jouw favoriet? Laat het weten in de comments.